Wat is nu een goede call to action? Hey, ik ben Corné, dit is het kanaal voor online ondernemers. En in deze video heb ik het over call to actions. Wat is nou een goede call to action voor jouw website, jouw webshop en hoe pas je dat nou toe? Voordat ik verder ga met de video, abonneer even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En geef even een like omhoog, dat vind ik ontzettend leuk, want dat geeft mij weer de energie om nieuwe video's te maken. In deze video heb ik het over call to actions. Dat zijn eigenlijk wat jij aan jouw klant gaat vragen of wat jij echt van jouw klant verlangt, wat jouw klant gaat doen of jouw bezoeker gaat doen. En ik zie dat dat best wel vaak verschillend wordt geïnterpreteerd hoe je dat nou moet gebruiken. En ik zie daar heel veel voorbeelden van waarvan ik wel eens denk van nou, zo moet het eigenlijk niet. En in deze video laat ik je een paar voorbeelden zien van die je zelf kunt toepassen. En mijn uiteindelijke doel met deze video is dat je echt een beetje je mindset verandert. Want het lijkt misschien heel makkelijk een goede call to action te verzinnen of op te zetten op jouw bestaande webshop. Maar het is ontzettend lastig omdat je vaak te maken hebt met heel veel producten. Kijk, in de ideale situatie wil je natuurlijk dat je een klant gewoon altijd ja zegt. Hè? Als jij hem een banner voorschotelt of als je een klant op jouw productpagina landt, dan wil je dat hij direct koopt. Of als jij bij spreken in jouw e-mail een knopje hebt en dat je wil dat jouw klant op die knop klikt en dat hij gelijk overgaat tot de actie die jij wenst. Nou, jammer genoeg is het natuurlijk niet zo. Niet elke klant wil natuurlijk alles van je kopen. En het gevolg daarvan is dat we vaak webshops gaan ontwikkelen met heel veel verschillende producten. En nou, daarvan is dat je dan weer keuzestress bij die klant creëert. En dat is juist het lastige met een goede call to action. Want je wilt eigenlijk zo snel mogelijk een ja of een bevestiging van die klant. Of je vraagt om informatie of om een aankoop. Natuurlijk wil je die zo snel mogelijk voor jouw klant hebben. Maar die klant heeft vaak te maken met keuzestress. En wat ik vaak zie vanuit verschillende marketing kanalen, is dat je die klant beter kunt opvoeden en een betere funnel kunt geven voordat jij die vraag gaat stellen van ja, doe mij die aankoop, zeg maar. Stel je eens even voor. Je hebt een webshop met honderden producten, of misschien duizenden producten. Dan als jij dan een advertentie hebt die naar jou, die op jouw website landt, maar op een productpagina landt met heel veel producten, of een collectiepagina moet ik eigenlijk zeggen, waar tientallen producten staan, dan is de call to action voor de klant, nadat die op jouw banner heeft geklikt, dat is natuurlijk de eerste call to action, hè, dat is de eerste actie die aan de klant vraagt. Maar de tweede actie is, dan komt hij op jouw webshop en dan wil je dat hij een aankoop doet. Maar als je dan 10 of 20 of misschien wel 30 producten tegenkomt, of misschien wel veel meer, dan is de klant, de kans is dan heel klein dat jouw klant een conversie gaat doen, dat jouw bezoeker gaat converteren en uiteindelijk een aankoop gaat doen. Maar als je dat kunt verkleinen, dan wordt die kans veel groter. En een voorbeeld hier bijvoorbeeld van is, en dat is natuurlijk geen webshop, maar dat is wel een dienstverlener. Dat is bijvoorbeeld, ik wil van mijn auto af. Dat is een hele bekende. En als je naar hun website toe gaat, het enige wat je er eigenlijk in de basis kunt doen, ze hebben nog wel wat meer linkjes, maar de grootste knop die je eigenlijk ziet is, vul je kenteken in en dan kan je verder. En dat is eigenlijk een hele goede call to action. Als je daar komt, dan wil je waarschijnlijk ook je auto verkopen. En dan vul je kenteken in. En dan moet je nog een paar dingen invullen. Maar dan je gaat echt een soort van trechter in. Die is heel erg duidelijk. En daar zou je ook voor na moeten denken. Als je nu een webshop hebt. Van hoe kan je dus voor jezelf een soort van trechter creëren. Dat als jouw klant op jouw website komt. Of jouw productpagina komt. Of vanuit een banner komt. Of vanuit een e-mail bijvoorbeeld. Dat die uiteindelijk ook echt op die actie overgaat. Nou, het belangrijkste daarvoor is wat ik eigenlijk al zei, is dat je eigenlijk geen keuzestress hebt. Dat jouw bezoeker, jouw potentiële klant, zo min mogelijk afleiding heeft. En zo snel mogelijk op zijn doel terechtkomt. Nou, de ideale situatie heb je bij wijze van spreken. Voor elke klant heb je een unieke landingspagina of misschien een website die helemaal precies is wat jouw klant zoekt. En dan gaat het natuurlijk ook gelijk over tot aankoop of tot registratie, wat je maar wilt bereiken. Nou, dat is natuurlijk vaak niet zo. Dat is technisch ook een behoorlijke uitdaging om dat te doen. Maar wat wel mogelijk is, is dat jij in jouw delen van jouw marketing daar steeds meer op focust. Dus ik zie nog steeds heel vaak webshops adverteren op een categoriepagina. Dan denk je, oh, dat is lekker makkelijk, want dan kan die klant, die heeft op een banner geklikt en die is misschien op zoek naar iets en die landt hier op een pagina met nog 100 varianten van wat hij misschien zoekt. Als je heel erg vanuit die oplossing gaat denken, van die klant zoekt uiteindelijk een oplossing, of je nou een dienst of een product verkoopt, jouw potentiële klant wil een oplossing. En als je dat zo goed mogelijk kunt aanbieden en zo min mogelijk afleiding kan creëren, dan zal je conversie uiteindelijk omhoog gaan en dan wordt jouw call to action ook beter.
Want dan is het ook duidelijk voor die klant. En daar zit er wel een grote uitdaging in. Zorg dat het duidelijk is. En dat heeft natuurlijk niet alleen met een knopje te maken of met een tekstje die op de link staat, maar met je hele productpagina, met je hele uitleg, die moet duidelijk zijn. En die moet niet alleen duidelijk voor jou zijn als expert, als kenner, want jij kent jouw eigen product natuurlijk als geen ander. Maar juist voor iemand die niet zo bekend om is, moet het heel erg duidelijk zijn. Wat bied je aan? Wat los je op? En zo kan jouw potentiële klant, jouw klant kan verder en in jouw aankoopproces en uiteindelijk die aankoop doen. Kijk, in deze video kan ik je niet laten zien wat nou voor jouw situatie de beste aankoopproces is. Maar het heeft ook met die duidelijkheid te maken. Dus als je eens naar jouw website toe gaat en een bepaald product zoekt, of eigenlijk nog beter, als je vanuit een bepaalde advertentie klikt met een bepaald vraagstuk, bijvoorbeeld kijk eens naar jouw meest gezochte of jouw meest populaire advertenties. En klik daar zelf eens op. En waar land je dan? Is het dan echt heel duidelijk? Is het dan heel duidelijk wat je van die klant vraagt? Vraag je bijvoorbeeld om een e-mailadres of vraag jij dat die klant een aankoop bij je gaat doen? Is dat proces duidelijk of is er dan heel veel afleiding? En ga eens kijken of je dat kunt optimaliseren. Als je bijvoorbeeld klanten berichten stuurt, of nou een e-mail is of een sms is of een bericht op social media doet, focus je in dat bericht het liefst op één oplossing. Dat één ding, dat die klant die er op jouw site komt of op jouw social media zit, dat die ziet, deze social media post gaat hierover en dan kan de klant zelf beslissen of je wel of niet verder gaat. Kijk, het mooiste is dat je natuurlijk kunt segmenteren en dat je je klantgroepen duidelijk kunt onderscheiden. Hoe meer je kunt onderscheiden, hoe groter de kans dat jouw conversie toeneemt. Want iedereen wil eigenlijk een beetje persoonlijk aangesproken worden. En met persoonlijk aangesproken worden bedoelt niet dat er hey, naam van de klant staat, dat is natuurlijk ook personalisatie. Maar personalisatie is ook dat je het juiste product laat zien. Voorbeeldje. Als je vakanties verkoopt. En in jouw doelgroep wil je juist vliegvakanties. Maar jij biedt campingvakanties, autovakanties aan met de caravan bijvoorbeeld. En dan heb je al een mismatch. Zo werkt het eigenlijk ook met jouw producten die je aanbiedt. Ook met jouw call to action. Je moet zorgen dat die match heel erg goed is. En dat is ook de grootste uitdaging. Want als jij jouw klanten uiteindelijk jouw doelgroep niet goed kent, dan kan je ook heel erg slechte goede call to actions maken. Dus dat valt heel erg samen. Het heeft niet alleen met die afleiding te maken, maar het heeft ook te maken dat je je doelgroep goed kent. En door dat af te schermen, dus door op een kleine doelgroep te richten, kan je jouw call to actions ook echt beter maken. Bijvoorbeeld, stel je voor e-mail marketing. Zoals je weet, als je mijn andere video's gekeken hebt, ik ben een groot fan van e-mail marketing. En wij maken ook heel veel e-mails voor onze klanten. Dus mocht je daar hulp bij nodig hebben, laat even weten in de reacties. Dan nemen wij een van onze contact met jou op. Maar als jij e-mails stuurt naar jouw klanten en jij stopt bijvoorbeeld 10 aanbiedingen in jouw e-mail. Ja, dan kan je misschien denken van, er zit voor iedereen wat bij. Maar zo werkt het vaak niet. Hoe minder er in zo'n e-mail staat, hoe minder linkjes erin staat, hoe beter dat linkje toegepast is op die specifieke klant, hoe groter de kans is dat er een aankoop komt. Als je dat probeert na te doen, en zoals ik net al zei, van als je naar een website gaat van ik wil van mijn auto af, die een hele duidelijke trechter hebben om een bezoeker zich te laten registreren. Als je die gedachtegang dan toepast op jouw website, dan kan je altijd wel iets verbeteren. En ja, het mooiste is natuurlijk dat je een unieke landingspagina zet voor bepaalde doelgroepen. Dat werkt het allerbeste. Maar kijk eens naar wat zou jij op jouw website kunnen verbeteren, dat als iemand op jouw website komt, dat die sneller overgaat tot aankoop. Dat er dus minder afleiding is. Dus geen banners die we naar andere producten promoten bijvoorbeeld. Of allerlei andere afleidingsdingetjes. Of dingen die klanten aan het twijfel kunnen brengen. Kijk eens naar jouw website. Laat het weten in de comments van. En drop eens een linkje van jouw website in de comments. Want dat vind ik wel leuk om als je dat wilt om daar een keer een videootje van te maken. Dat ik mijn visie daar eens een keer over deel. En laat eens weten van wat jij zelf denkt dat je kunt verbeteren aan jouw website. Als je puur kijkt van hoe houdt die call to action en wat jij van de klant vraagt zou kunnen verbeteren. En nu zijn natuurlijk die call to actions op heel veel punten van toepassing. Maar op het moment dat iemand op jouw website komt, als je vanuit dat punt, van dat heb jij het meeste in de hand, hoe zou je die kunnen verbeteren? Laat eens weten wat jij denkt wat je kan doen. En als je het leuk vindt, deel dat even, want dan maak ik daar een keer een video over hoe we dat misschien een keer samen kunnen doen. Nou, ik hoop dat je het een interessante video vindt. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Thank you.